Een huis of appartement kopen betekent meestal dat men op zoek moet naar een financiering. In eerste instantie hangt het bedrag dat men kan lenen af van de terugbetalingscapaciteit van de klanten. Het is heel belangrijk om te kijken van welke inkomsten hebben zij en op basis daarvan gaan wij berekenen hoeveel een klant kan terugbetalen. En de vraagprijs is 195.000. Ja, het bedrag dat men maandelijks terugbetaalt bestaat steeds uit een gedeelte interest en een gedeelte kapitaal. De interest van de lening wordt uiteraard bepaald door de rentevoet, de termijn, en die kan variëren van 10 tot 30 jaar, en het aflossingsplan van de lening. En ofwel is dat de vaste kapitaalaflossing, ofwel de vaste maandelijkse aflossing. Het systeem van de vaste maandelijkse aflossing is dat u een vast bedrag per maand betaalt. Dat vast bedrag is ook opgebouwd uit een gedeelte kapitaal dat u terugbetaalt en een gedeelte interest dat u terugbetaalt. Maar hierbij, in het begin, gaat u minder kapitaal aflossen, meer interest aflossen en in de looptijd gaat dat dan draaien, ga je meer kapitaal aflossen en minder interest aflossen. Indien men kiest voor de vaste kapitaalaflossing, zal men elke maand steeds hetzelfde deel van het kapitaal terugbetalen plus de interest berekend op het saldo van het kapitaal. Die interesten zullen in het begin hoog zijn, maar nemen wel maand na maand af. Het voordeel van vaste kapitaalsaflossingen is dat u op het einde van de rit minder interesten hebt betaald aan de bank. Het nadeel van vaste kapitaalsaflossingen is dat de aflossing in het begin hoger is. De formule die het meest gebruikelijk is, is deze met een vaste maandelijkse aflossing. Het geeft de klanten een gevoel van zekerheid. Ze weten exact welk bedrag er op welke dag van hun rekening gaat. Het voordeel daarbij is je kan ook meer lenen op dezelfde looptijd. Bij een vaste kapitaalsaflossing is het bedrag waarmee men start hoger. En dat kan enkel, of dat wordt meestal toegepast, als dat past binnen de terugbetalingscapaciteit van de klant. Uiteraard hangt de aflossing van de lening ook af van de duur van de lening en of men kiest voor een vast of een variabel rentetarief. Kies je een vast tarief, dan zitten we meestal rond de 20 jaar looptijd. Kies men een variabel tarief, dan zit men op een iets langere looptijd, dan gaat dat eerder naar de 25 jaar. Bij de variabele tariefformule zijn er bij elke renteherziening 3 gratis opties. Zo kan men bijvoorbeeld tussentijds de looptijd van de lening aanpassen. Er is een flexibele looptijd bij een variabele rentevoet. Daarmee dat ook meestal de looptijd langer is bij een variabele rentevoet initieel. Omdat je kan per renteherziening je looptijd terug aanpassen naar je gezinssituatie dan. Of je budget op dat moment. Je kan het inkorten, maar je kan het ook verlengen. Mensen die nog in een eigendom wonen en die wensen te verkopen om een nieuw pand te kopen, moeten soms bij de bank terecht voor een overbruggingskrediet, omdat het geld van de verkoop van hun woning nog niet beschikbaar is voor de nieuwe aankoop. Over een overbruggingskrediet zijn er een aantal misverstanden. Men denkt dat dat duur is, maar dat is eigenlijk niet. Het is quasi dezelfde rentevoet dan een gewoon woningkrediet. Dan men betaalt maandelijks geen rente. Dus bij een overbruggingskrediet betaal je maar voor de looptijd dat u het geld nodig hebt gehad en het bedrag dat je het nodig had. Op het einde betaal je dan je kapitaal en je interesse terug. En dan de duur, standaard staat dat op 12 maanden. Maar meestal hebben de klanten die 12 maanden niet nodig en wordt de woning vroeger verkocht. En dan is de interesse dat ze moeten betalen ook lager dan voorzien. KBC, wij spreken uw taal.